Mevrouw, het is nu 11 juni. Ja. En het is bijna 11 uur. Ja. En het is een hele mooie dag. Ja. En heeft u wat te vertellen en heeft u wat aan Zutphen te geven? Ja. We zijn vandaag gaan we onze laatste voorstelling doen van Goede Tijden, Slechte Tijden, de musical. Het wordt een spetterende voorstelling met, nou ja, het is echt een soap, met natuurlijk echt drama en ellende. Ik ben Jasper, bezorg vos elke keer. En fluitend door de straten, loop ik mijn hondje weer. Hallo daar, ik ben Jasper, bezorg vos elke keer. En fluitend door de straten, loop ik mijn hondje weer. Mijn naam, dat is Natasja. Ik heb een kapperszaak. Vaak ben ik wat nieuwsgierig en klets dan al te vaak. Even kijken wat we hier hebben. Goedemorgen, met Natasja van Fris Geknipt. Ja? Oh, u wilt een afspraak maken. Ga ik even kijken. Hoe laat zegt u? Ja. Ja. Oh, dat kan wel. Ja, om 4 uur. Ja, dan heb ik wel plek. Nee, mevrouw. We zullen zorgen dat u helemaal klaar bent voor uw feest, hoor. Nee, ik heb net iets nieuws, die nieuwe shampoo binnengekregen. Ik word helemaal goed. Ja, ja. Precies. Tot ziens. Doei. Ik ben Barones Madeleine, die roddelt in de straat. Ik ruik te veel naar parfum, daarmee doe ik toch niemand toch kwaad. Bestellen, 3 moorkoppen, 3 gebakjes, nog een doosje chocolade. Kun je voor 3 bezorgen? Ja, bedankt.
kleine. Dag, Ramin. Ik kijk mijn vleus. Ja, ik geef hem half drie. Zie je dan. Dag. Met waarom is Madeleine? Dag, Gadien. Ik geef hem haar tien. Ja, zie je dan. Dag. De stadswacht is om te helpen bij iedereen in de straat. Voor hulp bel je Suus of Saatje, die leveren hulp op maat. Hey, Suus, zijn er nog meldingen? Nee, Osa, alles is rustig. Oké. Dank je. Dank je. Hier is de burgemeester, belangrijk in de straat. Mijn naam is Hendrik Jan. Wacht. Goedemorgen, met Hendrik Jan de burgemeester. Ik ben druk. Ik ben vreselijk druk. Daar heb ik geen tijd voor. Goedemorgen. Hoi, Jasper. Kost. Dankjewel, Jasper. Ja. Goedemorgen. Bovenuit. Jasper. Kost. Madeleine, hoe is dit met je verjaardag? Voor Hechter, voor Hermine, Gerdy, voor Loke, voor Kiel. Wat is dit met de grond? Willem! Goedemorgen, burgemeester. Post van de belasting. Post van de belasting? Weg met die belasting! Ik heb een hele dikke staal. Op. Het is fijn hier te zijn, hier te wonen in de straat. Lekker rustig en goed, ja zoals het moet. Maakt niet uit wat je verdient, niemand is hier alleen, niemand is hier gemeen. Deze straat, dat is waar ik altijd werken wil, voor altijd. Het is goed, precies zoals het moet. Harmonie. Hier te wonen in de straat, lekker rustig en goed, ja zoals het moet. Iedereen is je vriend, maakt niet uit wat je verdient. Niemand staat je alleen, niemand is je gemeen. Deze straat, precies zoals het moet. Harmonie en vrede, vriendschap en blijheid is iets belangrijk. Zing maar mee, iedereen is tevreden. Elke keer denk ik.
wat parfum nagellaak. Bij de koffie wat gebak. Iedereen is welkom bij mij thuis. Deze straat af is waar ik altijd wonen wil. Het is goed, precies zoals het moet. Harmonie en vrede, vriendschap en vrijheid is belangrijk, zing maar mee. Iedereen is tevreden. Yes. Oké, wij gaan aan het werk. Ja, aan het werk. Aan het werk. Ik sta nu hier in dit dorp. Ik ben aangeschoten, rommel op de stoel. Ik sta nu hier in dit dorp. Wat een saaie boek, ben ik rommel op de stoel. Jongen, hebben ze meer in dit dorp neergezet. In goede buren, maar lekker kakburen. Ah, stink hier. Met Jasper. Oh, Jasper en Natasja. Hé, maar ik wil je even iets vragen. Heb jij het ook gezien, die man weg? Ja, ik heb hem ook gezien, ja. Wat een vieze, asociale kerel, hè, Jasper? Wat een vieze vent, zeg. Ja. Een vieze overal geslacht. Goedemorgen, met Hendrik Jan de burgemeester. Ik ben vreselijk druk. Daar heb ik geen tijd voor. Lekker.
Tasja, kijk van hier. Hey Jasper, hoi. Hoe heet hij? Boris. Eén maand. En waar komt hij vandaan? Uit asiel. Wat voor assen is dat? Een vuilnisbak. Vuilnisbak? Nou. Nee, Boris, je bent geen afval. Knippen of scheren? Knippen, maar niet te kort. Zo meneer, daar ben ik mooi klaar bij mijn mes op buurman. Van mij? Waar slaat dat op? Gewoon lekker spugen. Doe je toch niet? Natuurlijk wel. Dat mag toch gewoon? Gewoon bij ze lekker van kinderen spugen. Nee! Heerlijk! Nee! Zie je dat blikje? Ja. Mooi hè? Mooi blikje hè? Ja. Mooi blikje hè? Ja, wat doe je daarmee? Wegwezen. Jongens, wat zullen we met dat blikje doen? Kapot! Kapot maken! Mooi blikje hè? Stadswagen. Hé, ruim dat blikje eens even op.
Nee, doe dat lekker zelf. Goed zo. Oké, ga weg. Ik zou nooit van de vieze knieën gaan trekken als ik jou was. Nee, dan gaan we weer hoepel af. Arie, hoe is het nou in je huis? Ja, goed. Nou, moppen. Praat toch niet met die stad. Saai. Praat toch niet met die Arie. Stad. Wat ik met hem. Saai. Ja? Zo gaat het toch niet goed in Groenburen. Ja, dat zei ik toch. Ja. Ja. Wat hij zo graag doet.
ging geweldig. Het was een hele straat. Wacht eens zo maar niet op. Het is niet goed. Het moet toch anders. Maar misschien zijn we te laat. De reus dat ik graag wil. Ik hou niet van lawaai. En die heb je wel gemaakt. Zonder jou is het zo saai. Zeg me, hoe moet het verder gaan? Vieze kleren, dat is nu van te baan. Hoe moet dit nou? Buurman Arie ligt hier nu op de grond. Buurman Arie, net was hij nog gezond. Lekker housen is wat hij zo gaat doen. Oh. Laat even kijken. Oh, ah. Oh nee! Nee, oh. Nee! 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 Bel 112! Mensen, moet dat nou echt? Ja! 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 Anders wordt Arie niet meer beter? Ja! Moet dat nou echt, mensen? Ja! 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 Beetje rustig. Ja, sorry. Ik moet wel goed overleven. Ja, ik kom altijd goed hoor. Arie. Ja! Goed dag, goed dag. Gaat het een beetje, meneer? Ja, nog een beetje hoofdpijn. Ach nee, heb je dat mensen ook weer? Ja. Ja.
En ik heb al zoveel aan mijn hoofd. Het spijt ons heel erg wat er gebeurd is. Dit had nooit mogen gebeuren. Meen je dat nou echt? Ik dacht dat jullie mij niet mochten in goede buren. Dit had nooit mogen gebeuren. Waarom is niet mee naar goede buren? Maar noem die dokter hier maar zo zien. Mag je uit het ziekenhuis? Dokter? Mag ik alsjeblieft uit het ziekenhuis? Mag Arie met barones naar goede buren toe? Ja, Arie mag, u mag uit het ziekenhuis, meneer. Maar dan wel met een rolstoel, Arie. Met een rolstoel, oké. Oké, ik pak de rolstoel. Dokter, kunt u mij helpen? Ik ook wel. Ja, dankjewel, dokter, voor de goede zorgen. Help me maar even overeind, dokter. Au. Nou. Ja. Oh. Oh. Tot ziens. Peterschap, nou, mensen, tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt voor de goede zorgen, dokter. Ja. Oh. Wat is dat dan? Ik ga aan de dokter. Ja, is niet echt, hè? Is nep. Mijn man is dood. Maar ja, hij had ook wel last van onze vooroordelen. Ja. Dus, zullen we het goed maken met Arie en het opnieuw proberen? Laat het goed maken. Andere kans, ja. Een nieuwe kans? Ja, een goede nieuwe kans, ja. Goed idee. Laten we een feestje doen. Ja, dat is leuk. Ja, zo zijn huis versieren. Ja. Ja, dat doen we. Ja. En dan houdt de burgemeester. Oh, misschien wil de burgemeester wel mee. Ja, ik haal hem wel op. Ik ga het proberen, maar ga het proberen of het wel op tijd is. Ik hoop het. Ik hoop het. Altijd druk. Binnen. Hallo. Meneer de burgemeester.
Arie komt zo terug en wij geven een feestje voor hem. Komt u mee? Ik ben druk. Ik ben vreselijk druk. Daar heb ik geen tijd voor. Maar meneer, het is feest. Komt u mee? Burgemeester. Feest. Feest. Het is feest. Feest. Feestje gezellig, weet u wel. Feest. Feest? Ja. Feest. Bent u dan nog steeds druk? Dan ben ik niet zo druk meer. Daar heb ik wel tijd voor. Yes. Burgemeester, doe mee. Yes. Hey. Een ander behangetje voor hem. Ik zou die lamp versieren voor hem. En misschien hebben we ook wel een welkomstje. Feestje van Arie! Yeah! Houd ze!
Helpen. Want de Rode Hoed
heeft heel veel helpers. Maar als je ziet naar al deze huizen, zijn ze dit jaar echt door de mensen die net gespeeld zijn, hebben, zijn ze zelf gemaakt. Heel knap. Ja. En een volgende evenement is op 13 oktober van de donderdaggroep, de filmgroep, dan gaan ze in het Luxor, hier in de stad, gaan ze op een rode loop naar binnen, want ze hebben een film gemaakt, dan is de pers erbij, dan krijg je handtekeningen, en dan laten ze de film in het echte theater zien. De première! Dus, als je het wil weten, volg ons op Facebook of op onze website. Of schrijf je e-mailadres op de lijst die op de tafel ligt, want dan hou je op de hoogte. Dan hou je op de hoogte. Lekker. Ik ga hier.